Hi allemaal, ik heb een shoplog voor jullie. Ik ben bij Primark geweest of Primark. Ik weet nooit hoe je het uitspreekt, maar in ieder geval, ik ben in Almere geweest. En ik ben daar eventjes wezen winkelen. En het was eigenlijk wel lekker rustig. Ik ben op een doordeweekse dag geweest en er liepen wel mensen, maar je kon overal wel lekker doorlopen. Zelfs bij de kassa was het niet zo druk. Je hoefde tenminste geen uren in de rij te staan, wat ik ook wel eens heb meegemaakt. En ik was er echt al een poos niet meer geweest. Van de zomer voor het laatst. Dus ik vond het wel erg leuk om, om daar weer eens een keer rond te kijken. En hoe dat natuurlijk begint bij een Primark shoplog is dat je eerst even de tas laat zien. Primark Almere. Zoals ik hoor nu op de tas is opgevallen. Maar ja, ik ben wel echt goed geslaagd daar. Ik heb er echt wel een aantal leuke spulletjes gekocht. En ik ga jullie dus even laten zien wat ik daar heb gekocht. Als eerste deze borstel. Deze zag ik nieuw in het assortiment. Deze was me nog niet eerder opgevallen. Misschien hebben ze er wel gehangen, maar ik heb ze in ieder geval nog nooit gezien daar. Dit is een ronde borstel. Ook ideaal natuurlijk om je haar mee te gebruiken met föhn of zo. Of met krullen. Ik heb zelf al een Primark borstel. Dat is de vierkante versie. Die vind ik ook echt super fijn. Ik gebruik hem echt altijd. Ik heb sinds nu, omdat ik hem heb gekocht, heb ik ook eigenlijk geen ander meer aangeraakt. Ik was eigenlijk meteen gewoon heel enthousiast toen ik deze zag hangen. En ook voor het leuke prijsje van 2 euro. En dat is natuurlijk zo leuk bij Primark, dat de spullen zo weinig kosten. En ik vind deze ronde versie ook echt super leuk. En ik ben echt super benieuwd hoe die werkt. Ik denk eigenlijk wel dat die net zo fijn zal zijn als de vierkante. En ik ben er gewoon super blij mee eigenlijk met deze. Puur een borsteltje bij. En super. Dan zag ik petten hangen. Dat je nu echt... Dat had ik ook nog nooit gezien bij Primark, maar het was nu natuurlijk, is het in de winter. En ik zag deze pet. Brooklyn. En met deze, met zo'n sticker erop en zo. En ik vond hem eigenlijk gewoon heel erg leuk. Gewoon, ik zal hem er even opdoen. Hij ziet best wel leuk, vind ik zelf. Gewoon als je een keertje, gewoon geen zin hebt om je haar te doen of zo. Dan kun je een keer een pet opdoen of zo. Ja, ik vond hem gewoon hartstikke leuk. En daar heb ik hem even gekocht. Hij was 4 euro, zoals jullie kunnen zien. En omdat hij zo goedkoop was, heb ik hem ook gekocht. Dus die. Dit is eigenlijk een product die heb ik als laatste meegepakt. Ik kwam bij de kassa en toen zag ik deze make-up tasjes hangen. En ik vond ze zo leuk. Echt gewoon, de make-up erop en zo. En ik was gewoon meteen echt enthousiast van dit tasje. Hij was afgeprijsd naar 2 euro. Hij kostte eerst 4. Ja, dat is natuurlijk al heel, heel weinig. En hij was nu 2 euro. Ja, toen kon ik het ook niet laten om hem niet te kopen. En ik heb hem gekocht. En zo'n make-up tasje komt natuurlijk gewoon altijd wel van pas. Want ik krijg ook steeds meer stash in mijn make-up. En ik weet toch... toch bijna niet meer hoe je het een beetje fatsoenlijk kunt opbergen. Ik heb wel van die opbergbakjes, maar zo'n tasje komt gewoon altijd van pas om ook weer make-upjes in te steken. Dus die loopt nog. Even kijken. En ook even kijken wat ik nog meer heb. Oh ja, ik heb ook wat kleding gekocht bij Primark. Ik had al wat shirtjes eerder gekocht, Taro. En deze bijvoorbeeld die ik nu aan heb is ook een Primark shirtje. En het valt gewoon op dat je dit ook korter en langer kunt maken. En ik vind ze eigenlijk super fijn. En ze zitten gewoon lekker goed in het model als je ze op goede maat koopt, zeg maar. Dan, ik ben er wel enthousiast over. Niet iedereen is enthousiast over Primark kleding. Maar dat is natuurlijk gewoon verschillende... verschillende smaken. Wat wel echt een tip is die ik je mee wil geven als je bij Primark gaat shoppen. Is dat je niet naar de maten moet kijken op de hangers. Want er zitten vaak hangers aan. Je krijgt de hangers ook mee bij Primark. Die gewoon... Dan denk je bijvoorbeeld... Oh kijk, het is mijn maat. Laat ik hem meepakken. En dan kijk je bijvoorbeeld thuis. Als je niet past...
Dan kijk je thuis op het label en dan staat bijvoorbeeld een hele andere maat op. Ik heb er extra op gelet en ik heb het ook vaker gehoord van mensen in. Ik vind het zelf gewoon nogal onhandig. Ik kijk gewoon liefst naar het kaartje of eventjes in het labeltje in het shirt en dan weet ik het ook. Maar dat is dus een tip die ik je mee wil geven. Dan heb ik dit shirt gekocht. Deze is gelijk al met lange mouwen. De andere shirts die ik heb gekocht bij Primark, wat ik net al zei, die kun je dus zelf langer maken of korter maken door het knoopje los te doen aan de mouw. En dan kun je hem langer maken. Deze is eigenlijk gewoon al lang. En ik vond hem zo leuk. Gewoon een zwart shirtje, maar dan vind ik dit zo leuk, dat achterkantje. Dat hier zo'n gaatje zit. Ik vind dat toch wat hebben. Ik vind het gewoon super leuk. Ik ben er gewoon echt helemaal weg van. En hij was 6 euro dit shirtje, dus het valt ook reuze mee. En ik vond hem zo leuk dat ik hem gewoon heb meegenomen. In 2 kleuren. Ik heb hem ook in het wit gekocht. Gewoon precies hetzelfde shirtje in het wit. En ook met zo'n leuk gaatje aan de achterkant. En dezelfde prijs. En echt helemaal leuk. Dan heb ik ook nog wat in de opruiming gekocht. Het is eigenlijk gewoon een shirtje voor de zomer. Deze was nu 3 euro. Even kijken hoor, klopt dat? Ja. Hij kostte 3 euro. En ik vond hem ook super leuk. Met zo'n knoopje. Maar deze kun je ook gewoon natuurlijk gewoon heel makkelijk dragen als een. Over een shirtje heen of zo. Of met een blazertje of iets eroverheen. Dus die kun je ook best wel nog wel combineren. En er zit ook een extra knoopje bij. Voor als die aan de achterkant los schiet. Dus ik vond hem echt super leuk. Oh ja, ik heb nog een shirtje gekocht. Een shirtje met snorren. Ik vind die hype gewoon echt toch super leuk. Wat snorren effect. Ik heb ook al een shirtje van moustache, maar ik vond deze gewoon, gewoon gaaf met al die soorten erop en zo. Deze was 4 euro, dit shirt. En ik vond hem echt super. Zo leuk dat ik hem gewoon ook echt mee moest nemen. Deze kwam ik op het laatst tegen. Eigenlijk zag mijn zusje meer, die had zoiets van. Dat is wat voor jou. Ik denk, leuk. Even kijken. Oh ja, deze vond ik ook echt geniaal. Een ketting van een snor. Deze was nu 1 euro. Hij was van 3, nu voor 1. Ik vond het gewoon zo leuk passen bij dat shirt, zeg maar. En ik heb laatst voor Sinterklaas ook een armband gekregen met snorren. En dan heb ik eigenlijk ook nog oorbelletjes. Ik vind het gewoon zo leuk. Ja, ik vind het gewoon echt leuk dat moustache. Dit is dan meer een moustache natuurlijk. Ja, voor 1 euro kon ik hem ook niet laten liggen. Even kijken, dan kocht ik nog een schaartje. Een mini schaartje. Die had ik zelf niet. En ik heb wel zeg maar wel van die setjes waar dat dan in zit. Maar toch op een of andere manier zijn het niet zulke fijne schaartjes als gewoon echt zo'n schaartje. En deze was 1,50 euro. Dus die vond ik wel heel, heel goedkoop. En ik dacht, makkelijk. En als laatste kocht ik een voetvel. Ik heb altijd echt super veel last van ilt. En dan moet je gewoon echt wel vaak zeg maar, je voeten veilen. En ik heb ook wel van die bolletjes. Maar vaak werkt het op zo'n met zo'n stil eraan toch beter. Ik ben ook wel benieuwd hoe deze werkt. Deze was ook 1,50 euro. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar. En ik vind hem echt ook wel blij mee. Dit was eigenlijk alles wat ik heb gekocht bij Primark. Ik heb verder. Ook niet echt aan kleding heel veel gezien wat ik echt super leuk vond. Ik heb ook nog wel even bij de schoenen gekeken, maar er zat mijn maat niet bij. Stond wel leuk bij tussen, maar
helaas niet in mijn maat. Ja, verder qua accessoires, ja, heb ik dan alleen eigenlijk gewoon die pet gekocht natuurlijk en die ketting. Omdat ik meestal oorbellen of zo gebruik ik eigenlijk meestal mijn eigenste. En vind ik ook gewoon niet altijd even leuk. Ja, ik hoop dat jullie het eigenlijk leuk vonden wat ik heb gekocht. Ja, laat het vooral weten bij de comments. En ja, ik zie je gewoon eigenlijk heel graag de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Doeg!